Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag. Ik ga nu naar de sportschool voor Upper Body Day. En daarna ga ik naar Mama Jo, waar ik mijn nagels heb gedaan, voor een huidbehandeling. Dus ik zie jullie zo. Oké, ik ben er. Ik heb echt heerlijk gesport. Ik ben echt sweaty. Maar ik krijg zo mijn huidbehandeling. Ik zal straks even laten weten wat ze precies gaan doen. Het ziet er altijd zo mooi uit. Nou, ik ga nu de milk aanbrengen. Dus gewoon eerst eigenlijk de huid reinigen voordat we echt gaan beginnen met de hydrafacial. De hydrafacial die zorgt er weer voor dat je huid vernieuwd wordt. Dus ook als je last hebt van acne is het ook altijd heel fijn om te doen. En het helpt ook met rimpels en roodheid. Dus eigenlijk voor elk huidtype kan dit. Het voelt heel zacht. Ja. Doe me denken aan zo'n handdoekje bij de Chinees. Ja. Ik heb zo'n apparaat een keer gekocht, zo'n foliezuiger. Oh echt? Maar nooit één keer. Maar vaak zie je dat mensen het dan te lang op hun gezicht laten. Ja. Dat ze dan allemaal van die liefdesverdinkjes krijgen. Wat is het, van water? Ja, het is van water. Oh. We kunnen hier dus ook een behandeling doen voor een pigmentvlekken, maar dat kan je beter in de winter. Jeetje, het is echt erg geworden. Het is net mijn oma. Gewoon wil dat je huid goed gereinigd wordt. Ja. Zit altijd fijn. Want het is geen pijnlijke behandeling. Oh, het is echt vacuüm. Het is echt vacuüm, ja. Wel lekker, want ik heb dus wel een egale huid, maar ik heb heel veel pori. Mm-hmm. Daar ook heel veel. Dat zal je ook in het water terugzien wat er straks echt uitkomt. Het is echt het afval van je huid. Is, zeg maar. Oh, lekker, daar hou ik wel van. Ik probeer nu er niet te veel aan te zitten namelijk. Maar het liefst doe ik het wel. Ja. Vooral op mijn neus. Maar het is wel satisfying. Ik hou er altijd van om dat viezigheid te zien wat eruit komt. Ja, fijn. Zie je dat er straks in? Ja. Eww. Moet je nagaan, ik reinig mijn gezicht echt elke avond heel goed. Ja. De neus. Zo charmant is. Vind je dit ook anders voelen? Nee. Echt. Alleen voorhoofd was het meest gevoelig. Ja. Nee, ja, dit is de plek waar ik altijd met mijn vingers probeer om niet te drukken, maar... Even zo. Ja, dat is serum? Ja, dat is vitamine C serum. Oh, dat merk ik thuis ook. Dat vind ik echt super chill. Mm. Lekker koud voelen. Dat is wel lekker, want je gezicht is best wel warm. Ja. Wat ik ook wel lekker vind trouwens. En wat is dit voor sheet mask? Dit is echt weer om je huid goed te hydrateren. Dus echt een extra booster nou. Welke factor is dat? Factor 50. Dat is eigenlijk altijd wel het beste, want die kan net wat langer. Blijft altijd net wat langer op je gezicht goed, zeg maar, voordat je weer opnieuw moet smeren. Ja, ik doe er ook altijd 50. Nou, hoe lang moet je het eigenlijk weer opsmeren? Ja, het verschilt heel erg. Meestal, kijk natuurlijk, als je voor in de zon gaat liggen, echt wel om het half uur vaak. Zoveel? Ja. Maar ook als het winter is, het altijd belangrijk om zonnebrand op je gezicht te smeren. Ik durf niet te zeggen hoor. Buddy. Oh, nou, ik ben helemaal niet zo rood ook. Nee, ja. Ik kan gewoon nog naar de supermarkt. Zo, ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. Mijn gezicht is nog lekker shiny. Het is helemaal niet heel rood. Het was echt heerlijk. Eigenlijk waren er gewoon al je poriën en vel en zo lekker op een goede manier een soort van eruit gezogen. Het is zo heerlijk. Dit is trouwens het douche. Ik heb het gezegd, maar ik had het niet meer laten zien. Ik laat Poesie niet naar buiten, want ik wil niet dat van gisteren nu ik hier in mijn eentje thuis zit. Ik heb er geen zin in. Dat doe ik alweer als haar thuis is. Dus als ze dan wegloopt, kunnen we met z'n tweeën gaan zoeken. Mijn favoriete douche van de Monkey kreeg ik heel veel vragen naar steeds. Maar die is er dus niet meer. En toen spotte ik hem dus laatst bij de mall. 30% korting. Maar het is dezelfde en hij is langer en wijder. Want dit is een S. Deze S valt net zo als de L die ik heb. Alleen, ik heb die al zo vaak gedragen dat hij er niet helemaal meer mooi uitziet. Dus ik ben wel blij met de nieuwe. Maar deze valt veel langer. Die andere valt echt zo. Dus waarschijnlijk is het een nieuwe versie. Maar ik heb er een linkje van gevonden. Dus die heb ik hier gelinkt. Maar het is dus wel precies hetzelfde blouseje, weet je wel. Die ik zo heel vaak aan heb gehad. Echt mijn fave blouse. Ja, die draag ik dan dus gewoon in mijn broek. Dat deed ik met die andere ook vaak. Ik ga nu naar de intratuin. Die dingen die we hebben gekocht zijn dus echt heel duur. Ze zijn €199 per stuk. Dus we wilden het eerst zelf gaan maken met gewoon een pot. Er moet hier sowieso nog een mooie pot bij. Potten zijn bizar duur. Niet normaal. En dan kon je dus zo'n rek kopen. Dus voor klimplanten. En dan... Ja, sorry Boezie. Vanavond weer. Ik moet echt een oplossing, maar ik weet het niet. Voor klimplanten een rek. Ziet er heel eng uit. En dan bijvoorbeeld klimop. Dat was dus een tientje per klimop. Maar dat vonden we niet heel mooi. En dan Hedera of zo. Wat we hier hebben is dan 30 per stuk. En dan hadden we uitgerekend dat we er zeker
Want 4 nodig gewoon. Nou, 4 keer 3. 4 keer 3 is 120 euro. Zo rek er nog bij. Toen dachten we, ja, voor alle moeite. En dan moet het ook nog bloeien. Dan nemen we wel die. Maar nu ga ik er... We hadden er maar 2. En hij heeft die ander apart laten zetten. Maar die ga ik nu even kijken of ik hem eentje kan halen. En dan met open auto kan rijden. Met een touwtje. Want ja, als hij uit zijn werk komt, is het weer bijna dicht. Dus dat ga ik proberen. En ik vind dat wel leuk. Dus dat ga ik nu doen. Ja, trouwens, ik heb een Scrub Daddy gekocht. Een Scrub Mommy. Ik heb toch die pink stuff. Die heb ik op TikTok getest. Ik vind dat niet geweldig. Maar dit is nog in die categorie wat ik ook nog wilde. Dus een 3 euro scratch free fantastische spons. En ik zag het dus overal op TikTok. En toen dacht ik, dit is zo slim bedacht. Je bedenkt een lipgloss en zegt, dit is een lipgloss die je kan opeten. Terwijl alles wat ik tegenwoordig gebruik, wat ik natuurlijk met jullie deel, zijn natuurlijke, sorry voor boezie, het gaat over van natuurlijke lippenbalsems. En die kan je feit opeten, want het is helemaal natuurlijk. Maar dit merk benadrukt dat dus, dat ik vet slim van ze vind. Lekker, ze waren nu 1 plus 1 gratis, dus dit zijn natuurlijke lippenbalsems. Something feels really good, the Dutch say. Lekker, heel slim bedacht. Raspberry lemonade. Ik had sowieso, ik raak ze overal kwijt, dus ik wilde er zo, ik liep naar binnen voor dat. In een papieren old school verpakkingje. En dit is vanilla orange swirl. Dat waren de enige 2 die ze in ieder geval daar hadden. Het ruikt gewoon lekker. En zal ik ze even testen? Ik heb net die rode van mijn schoonmoeder opgedaan. Oh, het is lekker zacht. Soms zijn natuurlijk heel dikker. Ja, het voelt gewoon als veel die ik heb. Niet te dun, niet te dik. Ruikt niet geweldig, maar wel lekker. Gewoon lekker. Gewoon een 8. Het voelt als een 10'tje wel, denk ik. Het is even wennen als je overstapt naar natuurlijke lippenbalsem. Feel lekker and luscious knowing you're the balm. You are the balm. Nou, very smart bedacht, want ik kan beter alleen maar natuurlijk smeren. Dat doe ik ook. Bye. Hey, girl power. Lekker wat plantjes. En go. Emancipatie. Hey. Poesie, bijna gaan we naar buiten. Nu nog niet. Als Ha thuis is. Bijna avondetijd, maar ik heb voor het eerst sinds tijden weer een keer aardbeien. In mijn kwark. Ik had laatst voor het eerst weer aardbeien gegeten. Er is niet zoveel suiker in. Dit is wel echt heel erg chill en lekker. Waar is de dop? En nog wat zadenpietjes en noten in mijn lactosevrije kwark. Poesie kan het wel buiten opeten. Zelfs de gordijnen niet open, hè? Ja, we gaan naar buiten. Als je dan verdwenen bent, kunnen we jou samen gaan zoeken. Jeetje, wat wil jij graag? Ja, wat wil jij graag? Nou, go. Wat zou ze als eerste gaan doen? Ik vind het ook zielig om haar binnen te houden. Maar het is wel irritant dat ze meteen gaat verdwijnen van de aardbodem. Het is koud, hè? Ja, jammer dat het niet regent. Dan wil je tenminste niet naar buiten. Ga maar rollen. Ga maar rollen. Ga maar rollen. Nou, het ging goed totdat ik even de vaatwasser ging uitruimen en inruimen en nu is het weer bij de buren. Het ziet er een beetje uit als kattenvoer. Ik heb een random gerecht gemaakt met mager runder gehakt, kipblokjes, courgette, knoflook, courgette spaghetti, mozzarella, pesto, mascarpone. Wat is dit? Oh, dit is nog een niet opgelost bouillonblokje. Chill. Een bouillonblokje. Een beetje haverroom. Parmezaanse kaas. Pesto had ik het al gezegd. En zout en peper. Het is wel lekker. Ik moet natuurlijk ook de zout hebben gemaakt. Good morning. Ik heb lekker mijn haar gewassen. De huishoudelijke hulp is er. Die is er dan 3 uurtjes om de week dinsdag. Het is de derde keer dat ze er is. Super chill. Ik ben ook lekker een beetje bezig. En ik ga nu even mijn to-do-lijstjes aanmaken en afwerken. Ik ga nu even lekker editen, want daar heb ik zin in. Ik heb trouwens best vaak de vraag welke tomaten lekker zijn. Dit is Petit Sweet van Lidl. Deze zijn heel lekker. En je hebt ook Rivolo bij Lidl, die zijn ook wel lekker. Voilà. Vandaag is de dag dat ik voor het eerst, nou ik heb het wel eens een keer gedaan, maar dat ik dacht, ik ga gewoon even beginnen met collageen. Maar ik denk steeds, nou mijn huid is toch niet echt oud op die pigmentvlekken, nou dus het is niet nodig. Maar ik heb nu zoveel collageen gekregen van mijn bordje. Maar eerst maak ik even dit restje op. Dus ik heb hier net een schepje van Dorm Orange Fit Shake gedaan. Het is een beetje een soort korrelig poeder. En ik ga nu voor het eerst proeven of dit nou anders smaakt. Oh, ik proef niks. Oh, het is ook eiwit natuurlijk. Oh, ik dacht
Sommigen doen het in een koffie en dan wordt het best wel dikker. Maar hoeveel eiwit zit hier? Ik heb nu deze, maar deze gebruikt haar dus. Omdat ik het nooit gebruik. Die is bijna op. Meestal als ik dingen niet gebruik, dan zeg ik, wil jij het gebruiken? Anders is het zonde. Maar nu ga ik het ook gebruiken. Ik zie niet... Ja, het is een eiwit. Dus volgens mij is het puur eiwit. Oh, maar vraag ik me af, hè. Als ik dan dus nu meer eiwitten neem vanwege het sporten. Is dat dan ook, net als collageen, goed voor je huid? Of is alleen collageen eiwit? Collageen, zeg maar. Is dat wat ik bedoel? Let me know. Ik ga dit even lekker opdrinken. Ik ben alleen maar aan het werk. Ik heb gewoon gisteren mijn vlog geëdit. Die is helaas van vorige week maar een half uur. Maar dat komt... Ik had natuurlijk voor mijn verjaardag zoveel gedaan. Zoveel gevlogd. En de week erna was ik best wel moe. En we hadden vakantie met z'n drietjes. Waarbij ik ook niet de hele tijd kon filmen, maar eigenlijk... De leuke dingen heb ik gefilmd, maar verder ook gewoon een beetje moe was. En deze week heb ik dus ook juist echt weer van, oké, terug in het ritme. Maar dan moet ik juist ook gewoon vloggen. Maar dat is echt mijn week nu, is gewoon weer even terug in het ritme. Ik moet studeren, ik moet werken. Dus ik ga een dagje naar de camping. Vandaag ga ik mijn tweede keer sporten. Vorige week is de eerste keer in echt een hele lange tijd dat ik maar twee keer heb gesport in plaats van drie. Ik proef trouwens dat nasmaakje wel dat er iets anders in zit. Maar vandaag heb ik leg day. Mijn laatste keer was donderdag of woensdag, dus best lang geleden. En ik had echt... 3 of 4 dagen spierpijn. En meestal krijg ik pas spierpijn na minstens 24 uur. En vorige keer had ik zoveel spierpijn van die hip thrust 20 kilo. Dus dat voelde wel heel goed. Maar nu voel ik echt dat ik weer wil sporten. Ik vind het zo fijn sporten. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik ga gewoon proberen om mijn camera er weer lekker voorbij te pakken. En lekker tegen jullie te lullen. Als ik alleen ben, doe ik dat ook sneller. En vorige week was ik natuurlijk geen 1 keer helemaal alleen. Dus yes, maar niet heel veel bijzonders. En het regent de hele tijd, dus ik heb ook nog geen... Zin om buiten iets aan het terras te doen of zo. Oh my god, jongens, ik kan er nu nog niks over zeggen, maar... Dit heb ik net zelf gedaan. Maar daar horen jullie binnenkort meer over. En hier heb ik gewoon nog mijn lokjes. Oké, ik ga me eventjes aankleden. Naar de wc, want ik ben aan het doorlekken volgens mij. Nice to know. En sporten. Het is echt wel best wel laat. Zo lief trouwens Guilaine van Vet Gezellig, van Alwin. Die had me toen toch een keer oordopjes gestuurd. Die heeft nu, ik plaatste op mijn Instagram dat ik echt uren bezig was. Ik was letterlijk uren bezig om een banner te maken. Denk ik kan het wel zelf. Maar die maat is echt een drama. En dan was hij ook nog eens niet helemaal scherp. En ik had juist mijn verjaardagsfoto gebruikt. Terwijl het lijkt alsof ik een kanaal heb van taartenbakken. Maar ik vond het gewoon een hele leuke vrolijke foto. En mooi scherp. Maar werd niet scherp. Dus stuurde ze me een DM dat ze het wel even voor me wilde doen. Toen heeft ze het naar me gestuurd. Super lief. Maar ik heb ook even haar Insta meteen even in mijn standaardbeschrijving gezet. Want... Shout-out natuurlijk. Vet lief. Ik ga mijn haar vast doen. En ik ga sporten. En ik heb vandaag ontbeten met een Orange Fit Blueberry Shake. En ik ga nu dus zeg maar ook lunchen. Het is wel 4 uur, maar oké. Normaal ontbijt ik zeg maar niet. Dus eigenlijk is dit dan een soort tussendoortje. Maar anders vind ik het te weinig. Weer met een Orange Fit Blueberry Shake. Toen heb ik eventjes tot de avond alleen maar een shakey. Wat ik dus echt pas 1 keer eerder heb gedaan. Maar... Ja, ik had niet zoveel honger. Het vind ik wel lekker. En mijn lichaam is toch wel een beetje... Ja, was toch... ik voelde me toch wat minder fit door al die verjaardag, vakantie, shizzle. Dus dit is wel even lekker. En ik neem ook nog voor de zekerheid zo'n deze bar mee. Die heb ik een keer in de winkel gekocht. Het is niet geweldig of zo. Maar prima. Oké, okay, en telefoon, oortjes. Deze vul ik daarna met water. Zit nu mijn shake in. En mijn monkey blouseje. Oh, dat heb ik niet gevlogd zeker. Ik heb allemaal vlekken. De blouseje van Monkey had ik op Insta gezet. Nou ja, als je weet wat ik bedoel, die wordt zo opgehaald over 1 uur en 9 minuten. Maar eigenlijk wil ik lopend naar de sportschool. Nou ja, oké. Okay. Bye! Alright, leg day time. Ik neem even een naproxenatrium tegen de buikpijn, want mijn buikpijn is heftig. En ik dacht dat ik nu zo'n ding op me, precies waar de pijn zit, moet leggen om de hip thrust te doen. Kijk hoe lekker dit is voor na het sporten. We hebben net ook even een borrel gedaan met een paar kleine gezonde snackies. En nu heb ik 2 eitjes, asperges, kipburger nog van het feest. Hele lekkere garnalen en champignons. En wat dillen, want dat hadden we ook nog over. En dat is volgens mij best wel lekker hierbij. Wow, kijk deze mega brand. Oh. Ziet er wel heel mooi uit, maar ik hoop echt dat het niet iets heel ergs is. Ik ga het even opzoeken. Maar kijk hoe... Ze lijkt wel een schilderij. Wow. Good morning, ik ben zo moe van weet ik niet dat ik gewoon tot 11 uur heb uitgeslapen. Wel met wakker worden tussendoor, maar voor gekozen heb om zo lang te slapen is 11:15. Ik heb het echt een tijdje niet gehad, behalve als we echt een avondje helemaal brak tot laat hebben gedaan. Maar in mijn normale ritme heb ik het heel lang niet meer gedaan, maar ik weet niet wat het is. Ik denk wat ik dus, zeg maar, ik was natuurlijk helemaal na 35 en mijn oma helemaal kapot. En toen
was ik eindelijk weer een beetje normaal. En toen was ik natuurlijk heel druk gewoon rondom verjaardag en dingen. En nu is het eindelijk, of nou ja, en nu is het pas zeg maar even helemaal niks of zo. Misschien daarom, ik weet het niet. Geen idee. Sorry, ik zit even mijn haar te klooien. Maar Lotte, ik zit eventjes te bedenken de hele tijd hoe we het nou moeten doen vandaag. Want we gaan dus naar een filmscreening in Amsterdam. Dus niet eens een première. Ik krijg best wel vaak, ik krijg nooit meer, niet echt samenwerkdingen of uitnodigingen meer. Zoals vroeger. Maar ik krijg dus nog wel première uitnodigingen. Ik ga alleen nooit. Voor mij is zeg maar naar Amsterdam met de auto prima te doen. Dus nog geen uur. En is natuurlijk gewoon ook dichtbij mijn familie. En ik kan allemaal combineren. En de parkeerkosten zijn daar hels. En ik was eigenlijk gewoon altijd te druk om erheen te gaan. En nu is het geen première, maar gewoon een screening. Dus het is niet met pers en zo. Maar het leek ons wel gezellig om erheen te gaan. Maar ik denk, ik zal Lotte even bellen. Dat we even kunnen overleggen. Maar ik heb het idee dat ze mega poesie. Nee. Weet je, ik ga er gewoon naar buiten doen. Hola. Oh, mijn bel gaat. Wacht even. Ja, ik dacht misschien moeten we even bellen en overleggen hoe we het willen doen. Ja, dat is goed. Goed idee. Oké, maar mijn bel gaat doen. Maar heb jij het beter niet aan? Gewoon niet meer wat ik ooit was en dat... Jammer. Ik vind het soms wel ook een beetje eng of zo. Want ik, ja, vind het gewoon nog steeds wel leuk om die video's te maken. Ik vind het eigenlijk leuker dan TikTok. Veel leuker, ik ook. Ik hou ook echt van editen. Ik ook. En het is zo leuk om je leven, vooral als je leuke dingen hebt gedaan, terug te zien. Nou, dat vind ik zo leuk. Maar het is, ik ben dus heel veel mensen verloren. Vooral met 35. Daar ben ik echt 4000 gewoon vaste mensen. Misschien wel 6 verloren, want ik had altijd 12.000 views. Ja. Oh, toen je dat ging doen? Ja, dus de serie vonden ze de eerste 2 afleveringen wel leuk. En daarna werd het te langdradig en miste. Ik krijg zoveel lieve comments nu van de diehard, zeg maar, van... dat ze het zo leuk vinden om de oude ik weer terug te zien. Of een verbeterde versie of wat dan ook, door EMDR. Maar ik had altijd echt zeker 12.000 op mijn vlogs. En na de zaak is dat dus echt gewoon de helft geworden. Dat is echt heel erg. Maar ik trek geen nieuwe mensen meer aan. Ook niet met een mukbang, ook niet met bubble tea. Nee, maar dat heb ik ook hoor. Ik trek ook echt geen nieuwe mensen aan. En daarvoor is dan bijvoorbeeld TikTok wel geschikt. Maar ik voel het gewoon niet met TikTok. Ook niet. Ik ga ook met de auto hebben besloten. Want ik vind het gewoon niet chill om dan s'avonds nog 10 keer over te moeten stappen. Nee. En weet ik wat allemaal. Moet je eigenlijk met het pontje dan... hierheen, of niet? Oh god, dat hoop ik niet. Dat vind ik eng. Ik ben nog nooit met de auto. Ik ook niet. Weet jij? Maar mag je daar dan een paar uur staan? Ja, alleen hoe ga je dus vinden welke? Dat vind ik zo'n gedoe altijd. Ja, dat vind ik ook echt. Ik haat het. Nee, volgens mij hoeven we niet met het pontje. Ik denk het ook niet. Maar het zit helemaal aan de rand bij het water, wel vet. Denk je dat ik de hele tijd mijn vlogcamera aan heb laten staan of niet? Ja. Ja. 100% altijd. Oké, wil je om 10 uur afspreken? Is het dan ga ik weer aan de slag? Ja, ik ook. Ik moet echt studeren. En dan houden we elkaar wel voor de hoogte van laten we wegrijden en zo. Ja, doe maar. Ik ga wel even voor de zekerheid Praxis bellen om te vragen of je daar nog kan parkeren. Dan weet ik dat vast. Ja, dat kan ook. Oké. Goodbye. Tot vanmiddag. Tot vanmiddag. Ik had een vraagje. Kan je bij jullie gratis parkeren? Nee, hier is het betaald parkeren. €4,50 per uur. Oh, want ik zag op internet echt 30 cent of zo. Dan is dat oude informatie. Ah. Het is lekkerder zo wanneer je allebei hetzelfde idee hebt. Ja, ik dacht ook, ik ga sowieso niet afzeggen, want ik wil jou gewoon graag zien. En ik vind het ook leuk dat we elkaar weer wat vaker zien de laatste tijd. Maar ja, de activiteit, ik voelde gewoon dat we allebei zoiets hadden van... en het is toch niet echt een première. Het is dan eigenlijk gewoon meer naar de bioscoop gaan en daaromheen gewoon gezellig een drankje doen. En een praatje van Patty Braard. Maar verder is het niet iets super bijzonders wat je echt niet kan missen. Ja, en zo nog eens een film die we niet eens kennen. Oh, wat chill dit. Heerlijk. Oh, wat heerlijk zeg. Niet hoeven aan te kleden. Geen route hoeven te plannen. Geen parkeerkosten. Niet een restaurant zoeken. Gewoon, oh, wat dit is zo chill. Je stapt in de auto, je zet hier je auto neer en we gaan heerlijk chillen. Oh, heerlijk. Nou, laat maar weten hoe laat je wil komen. Maakt het niet uit. Lot komt lekker naar mij. Heerlijk. Snackies. Oké, ik heb even boodschap gedaan voor mijn Lot vooral. Ze is er pas 7:15 of zo. Ze staat super erg vast, echt zielig. Ik wil gewoon even een borrelplankje maken. Ik heb ook nog dingen in de koelkast liggen. En dan denk ik dat ze ook nog iets normaals wil eten. Dus ik heb deze waren in de aanbieding. Ze is super lekker. En dan kan ze kiezen of ze met truffel wil, met pompoen, met pesto. Dit staat heel lekker met truffelolie. Dit met pesto en dit met weet ik nog niet. Dus ik ga lekker even een snackplankje maken. En dan kunnen we altijd ook nog dit eten.
Nou ja, dit zijn een beetje mijn random boodschappen. Ik vind het wel leuk als Lotte zo'n lang reis heeft dat ze dan aankomt en dat er dan wel lekkere snackies klaar staan. Ze houdt alleen niet van garnalen en bij voorkeur geen varkensvlees, maar ik heb wel heel lekkere deze vlees met truffel gekocht, dat is wel varken. We hadden dus net besloten om niet naar de première te gaan, maar toen was het ook echt verschrikkelijk slecht weer. Nu kijk ik naar buiten en denk ik, nou, nu had het nog wel gekund, maar ik vind het wel leuk dat we gewoon lekker thuis gaan chillen. Lekker een geitenkaasje, een blauw schimmelkaas. Vond ik laatst vorige keer bij Gerda, vond ik dat super lekker. Deze is denk ik heel lekker, met je zo'n romig en een brietje. Ik hoop niet dat het te veel is, maar borrel is wel leuk. Ik weet dat Lot wel, net als bijvoorbeeld Heel heeft dat ook, toch altijd wel ook behoefte heeft aan een normale maaltijd. Maar ik zag dat ze ook wel goed had geluncht, dus misschien heeft ze hier wel genoeg aan en anders heb ik lekker pasta. Helemaal leuk toch? Ik denk dat ze die verse pasta ook echt super lekker vindt. De kazen lijken juist een beetje dezelfde sexy bij elkaar. Dit vind ik echt iets voor Lot. Maar soms heeft ze echt een snack bij. Soms, ze heeft het volgens mij wel minder dan vroeger dat ze wil snacken. Maar ik vond het echt iets voor haar. En ik heb ook de taart van mijn verjaardag uit de vriezer gehaald. Dat vond ze ook lekker. Kijk, dan ga ik ook lekker wat snackies opleggen. En ook wat veggies, want we hebben natuurlijk, als je dan pasta eet, helemaal geen groenten verder. Deze heerlijke chippies die ik al ziek lang weer een keer wil kopen, maar ik doe het nooit. Dan denk ik, ja, niet gezond. Enig waar ik echt heel erg van hou qua snacken is denk ik toch wel chips. Chips vind ik echt heerlijk. Maar dit is wel een goed klein zakje. Komkommer ga ik denk ik in plakjes of reepjes. Het zou leuk zijn als jullie nu konden reageren. Nou, de plank is niet heel vol, dus ik denk plakjes om het op te vullen. Ha komt ook zo nog eventjes thuis. Oh, nu van de sportschool. En ik ga even douchen en dan gaat hij naar vrienden. Buongiorno. Het is niet weggelopen nog. Meisjes, het smelt hè? IJs, ja. Dat is geen ijs, hè? Huh? Wil jij dat? Mag wel, hoor. Ja. Net gekocht. Hallo, ha. Lekker gesport? Mooi poeder heb jij trouwens. Het is echt veel smoeter dan vegan poeder. Zo glad was het. Is te netjes. De truc bij een borrelplank is zeg maar, je denkt dat hij nu lelijk is, maar hij moet vol worden. Dus eigenlijk heb ik een te grote maat gekozen, zie ik nu al. En dan kan je bijvoorbeeld opvullen met doosjes of deze. Oh, deze chipjes heb ik voor het laatst gegeten denk ik echt in 6, ik bedoel 5 haven of zo. Die zijn zo lekker. Ik vind gewoon dat als je naar iemand toe gaat, dat het dan ook leuk moet zijn dat je dan gewoon een beetje je welkom voelt. Ik bedoel, bij Lot hoeft het niet, dat snap ik ook wel, maar ik vind dat zeg maar gewoon leuk. Niet dat ik het altijd doe hoor, maar... Ik vind het wel, als het kan, leuk om te doen. Dat mensen gewoon denken van, oh, en gezellig en ook leuk dat je gewoon een betertje wel een beetje lekker eten krijgt. Iedereen vindt dat toch leuk? Nou, het is niet echt mijn mooiste borrelplank ooit, maar dit zijn wel de lekkerste zwarte olijven ooit. Ik vind het nog steeds super irritant dat ze bij de versafdeling, waar kaasjes en zo liggen, nooit gewoon lekker zwarte olijven hebben. Alleen die groene, die vind ik vies, al is het hetzelfde. Het smaakt totaal niet hetzelfde. Dat deze chips toch liever eigenlijk in een bakje gaan. Ik vind het lelijk. En dat Lotte dit niet. Ik had gezegd, ik ga gewoon even met dingen die ik in huis heb een plankje in elkaar planten. Maar ik denk niet dat ze echt een grote plank verwacht. Ik kan hier echt heel lang over doen. Beetje OCD, maar iedereen wordt bij elkaar bij, denk ik. Zelf kan ik dat zeg maar heel erg waarderen als iemand dat doet. Maar vinden jullie dat ook? En vinden jullie het ook leuk om dat te doen? Vraag ik me af. Want ik vind het dus en leuk. Dat heet eigenlijk... Volgens mij is dat gewoon een beetje geven en nemen. Ik hou en van nemen en van geven. Ik vind dat gewoon allebei heel leuk. Dit vind ik altijd zo enger uitzien als ik dit doe. Dit is lekker kaas van de kaasboer. Het is veel lekkerder dan de supermarktkaas, die vaak nep is. Hoewel ik dit ook niet de beste kaasboer vind, maar wel lekker. Zal ik deze video noemen borrelplank maken? Aangezien ik een borrelplank aan het maken ben. Hier, zo. Hoe lekker zijn zelf met de hand gesneden blokjes kaas die er niet perfect uitzien. En als ze lekker op de temperatuur zijn gekomen.
Ik moet nog even toastjes. Lotte eet natuurlijk gewoon toast. Je moet zeg maar altijd zorgen bij een botnoot dat je wel een beetje de hoogte eigenlijk ingaat. En niet dat het alleen maar plat ligt, want dat is een beetje lelijk. Zoals deze aardbeien, die liggen hier echt helemaal netjes naast elkaar. Nou, hier kan het nog wel, of niet? Bij selderij is het trouwens de truc als je een lange stengel eet om hem zo te doen. En dan trek je zo die draadjes erover. En als je hem in kleine stukjes snijdt, dan heb je eigenlijk geen last van die draadjes. Wat ik denk dat niet veel mensen kennen, is selderij vullen met roomkaas. En dan echt met lekkere roomkaas. Nou, in ieder geval ook lekker wat rauw kost. Ik ben benieuwd of dat nog trek heeft hierna. Oh, ik heb nog van de TK Maxx van die gin bonbons. Ook wel leuk. Ook maar eens een keer gaan gebruiken. Oeh, fancy. Chocola met aardbei vind ik trouwens een hele goede combinatie altijd. Ziet er wel cute uit. Nog wat koffiebontjes, echte. Die heb ik nog over van mijn feest met chocola. Eigenlijk of je nou heel verschillende dingen erop legt of juist van maar heel weinig dingen heel veel. Dat maakt eigenlijk niet zo uit bij een bonbonplank. Dan ga je gewoon een beetje kijken wat je nog allemaal meer kunt gebruiken. En je moet een beetje color blocking doen. Zoals wat ik hier doe is dus niet zo mooi. Nu heb ik dus de kaas naast de toastjes liggen. En dat is dus niet zo'n mooie kleurencombinatie. En bijvoorbeeld die aardbei met die chocola is wel mooi. Chocolade bananen uit Duitsland. Ook nog, moet ook op. En als je dan zo geen color blocking doet, dan is het juist weer mooi om dus best wel veel dezelfde kleuren bij elkaar te leggen. Dus dit vond ik niet zo mooi, maar doordat je dan heel veel neutrale kleuren bij elkaar legt, is het weer wel mooi. Deze zijn heel lekker van de Lidl, alleen dat is handig als je gaat dippen. En we hebben niet zoveel om te dippen, dus ik ga beneden nog even normale toastjes pakken voor met de kaasjes. Dit is het allerlekkerste naturel chips van de Lidl. En dit heb ik laatst gekocht. Dat wil ik ook nog testen, maar die Lotte houdt hier wel van. Maar die zijn helemaal kapot. Die had ik bij de Xenon. Oh nee, die zijn helemaal niet kapot. Wauw. Die zijn echt super mooi. Het zijn rondjes. Oh ja, hier houdt Lotte wel van. Ik vind ze leuk. Kijk, nu leg ik dus al die neutrale kleurtjes bij elkaar en dan is het wel weer mooi. Oh, ik moet even die hartjesprikkertjes van mijn feest erbij leggen. Als stokjes. Zie je, nu is dit wel weer een soort van neutrale area. Dit gaat ik wel lekker vinden. En eigenlijk heb je altijd wel genoeg in huis om een plankje te maken. Dus ik heb nu wel iets erbij gekocht. Maar in feite kan je eigenlijk altijd wel een borrelplankje maken. Gewoon met de spullen die je thuis hebt hoor. De key is, en dat zag ik ook heel erg bij 35 zeg maar. Het verschil met de eerste en de eerste planken vooral. Toen gooide ik het nog niet vol. En zag je nog stukken borrelplank. En dat is niet wat je wil. Je wil echt dat die helemaal mooi vol zit. Dan krijg je echt een beetje dat wow effect. En juist op het einde lekker erop gooien. Dat maakt het juist een lekkere borrelplank. Lekker slordig. Dus je begint eigenlijk een beetje netjes. En het liefst heb ik nog meer bakjes met dips en zo. Maar dat heb ik nu niet. En op het eind ga je opvullen. Flesje borrelplank. Nou, Lotte kan er al voor een paar minuten zijn. En dan ben ik klaar. Bij sommige dingen is het ook zo dat als iemand er dan nu al van gaat snoepen, zeg maar. Dan dat je echt denkt, nu is mijn borrelplank geruïneerd. Maar bij sommige dingen zoals toastjes maakt het weer niet uit. Want dat ligt er toch slordig op gegooid. Zo. Hier mis je nu nog iets. Maar die toastjes zijn toch ook te groot om er op te gooien. Dus moet ik even kijken. Misschien nog wat chippies, maar dat vind ik niet zo mooi. Want als je dingen dubbel laat terugkomen, moet je dat eigenlijk op meerdere plekken doen. En nu heb ik dat niet. Ik vind ook dat ik wat te veel selderij heb voor het mooie zicht. Maar oké. Allemaal niet erg. Je kunt dus ook prima voor twee personen een borrelplank maken. Want je kunt het heel snel laten lijken alsof er echt... Oh, ze is er al. Knijt er veel op licht. Maar het valt dan eigenlijk wel mee. Oh, ze heeft er tijd ingehaald. Ja. Oké. Nou, nu moet ik even gaan, anders is het lullig. Het gaat uiteindelijk zo snel dat ik het heet. Nou, voor mij niet. Maar nee, dat is voor jou gesloten. Mijn camera staat nog aan. Waar is die? Oh. Oh, joh, hallo. Ja, ik zie hem even. Ik ben nog Kees. Maar ik heb ook nog... Het is lekker, joh. Mijn haar heb ik ook nog verse pasta. Hoi, ja. Hi. Ik ben er. Hoe is het? Nou, leuk toch? Nou, je bent er echt met 1 minuut op. Ik ga er snel door. Mag ik dit al opeten? Ja, ik was nog niet aan het zoeken voor hier. Voor hallo, jullie mogen niet van deze plank pakken. Ga je moet even dit proeven, echt ziek. Ze zijn heel lekker. Ja, de bovenste zijn het lekkerste, die zijn het knapperig. Mm. Die zijn het van de buitenkant van de steel. Mm. Wat is dat? Mm. Ja, dat jij dat wel lekker vindt, hè? Dat is wel
Ja, die zijn ook lekker. Heb je de file gestaan? Wat? Heb je de file gestaan? Ja, 100.000 jaar. Altijd. Ik sta echt altijd in de file, maar maakt niet uit. Wat het waard, want nu heb ik dit. Ja. Waar ga jij eten? Ik heb speciaal voor jou deze soort van ijsjes gebracht. Oh! Ken je dat? Ja, nee. Het zijn geen ijsjes, maar het lijkt op ijs. Hoe lekker. Ja, die zijn heerlijk van de Xenos. Ik dacht dat je honger had, maar ik dacht dat jij waarschijnlijk ook nog normaal wil eten. Dus ik heb ook nog verse pasta gekocht. Nee joh. Oh, maar dat mag. En dan heel simpel, of met truffel en pudding en dan truffelolie erop. Mm. Of met pesto pudding en dan pesto erop. Nee, of truffel. Met, ja, dacht ik wel. Of met mijn neus en boter. Of met pompoenvulling en dan weet ik niet wat erop moet. En ga lekker pudding kijken. Ja. Zijn scherp, hè? Ik moet even plassen. Dat mag. Waar doe ik dit mesje? Zo in de kaas. Ja. Ik kan dit soort dingen echt niet. Jawel. Nee, ik kan dit niet. Kijk, ik heb net de truc verteld. Super. Oh, wat is de truc? Je doet eerst... Kijk, die kan ik dus niet tegen dat hier een gat zit. Ik heb niks gepakt daarvan. Nee, dat is mijn fout. Oh. Oh. Je doet... Lus jij wit? Ja. Dit is heel dit lekker. Dit is mijn lievelings. Ik ken deze niet. Nee, ik dus ken ze wel, maar met normaal. Dit is echt goddelijk. Eerst zet je eigenlijk bakjes neer met dips. Dus dit is eigenlijk te weinig, maar ik had niet meer dips. Mm-hmm. Maar die zet je wel een beetje netjes neer, zeg maar. Echt op een mooie plaats. Met dit soort bakjes. Dan ga je een beetje een paar dingen zoals bijvoorbeeld komkommer mooi een beetje zo sierlijk neerleggen. Je legt je kazen neer. Op een gegeven moment denk je echt van hij ziet er niet uit. En dan ga je dus dit eigenlijk gewoon echt neergooien. Ja, maar wel systematisch. Nou, niet echt. Ja, in de lege plekjes. Ja. En je doet of heel erg contrasterende kleuren zoals hier. Ja. Dat is heel mooi. Dit is dus niet mooi. Maar ik had, ja, boeide niet. Dit is eigenlijk heel lelijk. Nou. Maar juist doordat je weer drie hebt, bedoel, ja. Of je doet juist heel veel natuurlijke kleuren bijvoorbeeld bij elkaar. Dat je dan beter hier nog iets roods kan hebben bijvoorbeeld. En dan iets lichts hier. Ja, dus dit is eigenlijk wat je wil. Ja. Maar als je dat niet doet, kan je dus beter juist allemaal van dezelfde kleuren bij elkaar pakken. Zoals een beetje nude, maar niet dit. Dit vloekt eigenlijk. Ah. Hm. Of heel chaotisch zoals hier. Nou ja. Maar eigenlijk zie je, het is altijd mooi. Ik had eigenlijk verwacht dat je... Het leek me wel logisch dat je inderdaad eerst de... servies dingetjes neerzetten. Ja. Ik dacht, dan doe je eerst de grote dingen eigenlijk. Oh. Dus de kazen en dan daarna bijvoorbeeld dit soort dingen, omdat dat groot is. En dat je dan eigenlijk daarna minder ruimte hoeft op te vullen. Mm. Nee, het is juist eigenlijk altijd een beetje op het einde erop gooien. Ja. Maar deze was ook niet helemaal heel mooi. Oh, die zijn zo lekker. Dat haalde ik vroeger altijd op school. Ja, ik ook. Echt? Ik zei het net in mijn vlog, want dit heb ik echt niet meer gegeten sinds ik 16 ben. Wat doe jij? Ja, dat was zo lekker. Dat is zo lekker. En die gooide je dan in je mond. Ja. Ze heeft plastic opgegeten. Oh nee. Ja. Nu mag je het eten. Oké, dan ga ik nog even cocktail maken. Oké, jongens. Ik ga dus even een heel geheim recept met jullie delen. Wat ik echt niet wou, maar ik ga het toch doen. Maar ik ben bang dat het schuim net op is. Je hebt er niet heel veel voor nodig. Schuim? Ja, dat is echt geweldig. Maar ik ben bang dat het niet genoeg gaat zijn. Want hij is bijna op. Deze glazen heb ik van de Xenos. Het zijn champagnekoeps. En de ingrediënten die een beetje bijzonder zijn, is dit. Want dit heb ik van de Hanos. Maar ja, je zou ook gewoon een eiwit in je cocktail kunnen doen. Maar de smaak hiervan is ook heel lekker. Ik ben alleen bang dat het niet meer gaat worden. En is dit sap wat je bij ons Jumbo kan krijgen. Maar ik ken het niet. Ik kende het niet. En dit is... water, carrot puree, sugar puree from raspberry, apple en apple juice. En het is zo lekker. Cocktail shaker, passoa, dit is Festa uit de supermarkt dus die. En vodka. Alleen ik heb dus niet echt verhoudingen, want ik doe maar wat. Dat is altijd een beetje het probleem. En ijs natuurlijk. Zo, deze wil op. Ik denk de helft aan vodka van wat je van de passoa hebt gedaan. Maar voor haar doe ik bijvoorbeeld meer vodka erin, maar voor mij en Lotte niet. Dan, ik denk net zoveel sap als passoa. En dan ijs. Ice cubes. Als je cocktails wil maken, moet je wel echt ijs in huis hebben. Wij hebben zo'n ijsmaker. En dan gewoon shake. En dat was het dus al. Maar ja, het geheime ingrediënt is ook een, nou, oh trouwens, je moet hem eerst even proeven. Ik? Nee. Jij? Oké. Oeh, ik heb net een beetje veel vodka gedaan eigenlijk. Klein beetje sap nog.
En eigenlijk is de combi juist dat schuim. En ik denk dat je daar alleen aan kan komen als je naar de haan. Pushy! Als je naar de hanels komt. Ik hoop dat ik genoeg schuim heb om voor Lot erin te maken. Anders is het echt veel. Maar hoor dit. Hij is echt op. Wat is dat voor schuim dan? Ja, geweldig. Raspberry zonder alcohol. Wow. Please, please, please. Oh, nee. Oh, nee. Net niet. Ah, heb jij het? Nee, mij boeit het niet, maar ik wou het voor jou een keer maken. Oh. Net wel eigenlijk. Nou, zeg maar net niet. Je hebt deze denk ik wel eens gezien. Ik heb die echt ziek vaak op mijn story gezet. Nou, dat heb ik wel eens gezien. Ja. Ja. Ik kan niet helemaal in de fik vliegen. Nee. Oh. En dan doe je er dus... het mooiste is een passievrucht, want die blijft liggen, maar dat heb ik niet. Dus ik ga er gewoon een aardbeidje bij doen. Ik had dit zeg maar zakelijk aan mij en Mel gegeven voor kerst. Voor kerstcadeau. Oh, ja. Ik vind het helemaal fantastisch, want het smaakt naar, je kent het wel, die chewy snoepjes in zo'n papiertje, zo'n vierkantje. Frazella? Ja. Oh, ik ja. Frazella. Echt heerlijk, alleen het is heel weinig. Maar, ik weet dus nooit of je hem zo of zo moet doen. Ja, zo denk ik toch? Cute! Oh my god! Eigenlijk is het leuk, maar als je het erop doet, valt hij erin. Nu is het jammer dat ik eruit zie als een slons. Ja, ik had het ook beter kunnen doen, maar ja. Dus we wilden echt helemaal vol, dus het valt echt nog best prima. Dit is een soort van de middelweg. Ja. Ja, dus hij is nu klaar. Je hebt echt vet gespierde benen, man. Zo, ik begin echt gespierde benen te krijgen. Ja, ik zie het. Bizar, hè? Want ze worden dus niet dunner, maar het is wel gevormder. Ja, maar dat heb ik ook. Want ik heb ook geen dunnere benen, maar ik merk dat ze gewoon meer getoond zijn. Ja. En dat vind ik ook wel fijn, dat ze ietsje minder blubberen. Ja, zeg maar. Heerlijk, hè? Mijn benen waren nooit dik of zo en nu nog steeds niet, maar ik merk ik echt vorm. Ja, maar er gaat inderdaad niks af qua omvang. Het is gewoon puur dat het blubber dan wat ik dus... in spier verandert. Ja. Ja. Want ik dus wat zag bij mezelf. Kijk, nu door mijn verjaardag merk ik echt dat ik weer wat minder in shape ben. Maar op een gegeven moment zag ik... Het ziet er vet goed uit. Nou, ietsjes erbij. Ik zie het vooral mijn gezicht. Maar ook door ongesteld. Maar op een gegeven moment zag ik hier zo dat die hipdip een beetje weg begon te gaan. Dat is mooi, hè? Toen dacht ik echt, oh my god. Dat heb ik nu ook veel meer. Ja, dat zie je bij zo'n broek niet, zeg maar. Nee, dat dit nu zo rond is, zeg maar. Grappig, hè? Terwijl eerst was ik hier gewoon recht. Ja, en dan ga je hier draaien en denk je, oh, dit is ook iets ronder. Dat is echt heerlijk. Alleen ik wil niet van die mega benen die al die sportmeiden hebben. Nee, dat niet. Nee, maar dat vind ik dus lastig, want... Mijn benen zijn zeg maar, ik ben een subtiele peer, noem ik het maar. Ja, ik weet nooit, ik weet dat nog niet. Jij bent denk ik wel goed in verhouding. Ja. Maar ik heb nooit echt vormen. Dat is lastig, want als ik train heel veel mijn benen, omdat ik inderdaad meer die spieren wil zien, de definitie. Maar ik wil niet dat ze zeg maar breder worden door de spieren. Dus het is lastig om dat in balans te houden. Maar je wil dat wat je al hebt spier wordt, maar niet dat er meer bij komt eigenlijk. Nee, en ook niet. Ik hoef ook niet dunne benen of zo. Dat is niet mijn ding is, maar ik merk mij was eerst wel. Maar nu heb ik iets van nee, als het gevormd is, is het goed. Ja. Ja, want inderdaad, als je billen ook meer gevormd worden, dan is het sowieso al beter in verhouding. Ja, want ik heb natuurlijk echt, mijn benen zijn echt dikker dan vroeger, dat weet je. Maar dat vond ik best wel moeilijk. Dus. Maar nu heb ik iets van, nou, dat is gewoon een ander beeld. Ja. En als je dat dan mooi traint. Precies, als je, zolang je die definitie ziet, dan is het echt, sowieso is er niks mis mee. Maar het voelt toch ook veel lekkerder als je loopt. Ja. Vind ik ook, want het gaat minder zo. Ja, maar je loopt ook oprecht lekkerder, zeg maar. Los van dat het strakker voelt. Het voelt gewoon alsof je echt stevige passen zet. Echt, in plaats van zo'n soort spaghetti sierpen. Ja. Oh, dit is dan jouw cocktail. Oh, hij ziet er echt mooi uit. Ik wil een thumbnail met jou maken. Ja, dat mag. En dan zeg ik cocktailrecept met Lotte. Cocktailrecept met Lotte. Hier is net iets te veel. Hier? Net borrelplank op de achtergrond. Oh, ik heb spierpijn in mijn rug, maar prima. Doe me. Dit is een hele rare thumbnail. We moeten heel dicht bij elkaar. Je ziet geen borrelplank. Ik vind het heel stom. Hij is helemaal overbelicht. Mag ik al proeven? Ja, doe jij maar gewoon proeven. Ja. Nu lijkt het, nu kan je er ook een in editen. En dan ja, lijkt het net dat is leuk. Dat ga ik doen. Ja, voor mijn verjaardag. Heel interessant in jouw ding. Maar vind je hem lekker? Ja. Ja? Het smaakt inderdaad naar fruitella. Ja, dat is dat bovenste laagje. Oh, dat is die van boven. Ja, maar die heb je dus helaas te weinig, want het hoort echt drie keer dikker te zijn. Oh, wel echt veel lekker, ja. Ja, hè? Die heg hebben we dus gekocht. Die kost €400.
Duur, hè? Erg, hè? Maar het is wel mooi. Ik vind het echt inderdaad erg. Heel lijp. Maar het is wel mooi. En allemaal fruitbomen, maar die staan er nu als bodyguards voor Poesie. Die nu aan een zak aarde aan het dikken is. Ik ben echt zo'n loser. Dan ben ik dus een keertje op tijd voor EMDR. En dan ga ik gewoon mijn Vinted bestellingen bekijken. Een mailtje sturen voor een nagelsamenwerking. Met Lotte appen over de meest onbelangrijke dingen. En dan zeg ik tegen Lotte, oeps, het is 10 uur, ik moet er nu zijn. Nou, het is zo dom. Ik snap dat, dat is echt mijn chaotische brein. Dan denk ik kwart voor, oh, ik heb nog lekker eigenlijk de tijd. Ik zou nooit dan om kwart, zeg maar, ik zeg van tegen mezelf, oké, 8 uur, 9 uur opstaan. Kwart voor weg, maar ik weet, ik ga 5 voor weg, dan red ik het. Maar ja, dan ga ik dus andere dingen doen. En ineens is het gewoon helemaal laat. En nu ben ik echt pas 12 over, er erg, hè? Ja, dat is echt niet oké. Okay, ik heb niet helemaal geen zin in EMDR. Het is ook alweer lang geleden. Ik weet niet precies wat ik moet gaan doen. Wat ik wil bespreken. Welke punten. Maar ja, we gaan het toch doen. Ik ben wel weer benieuwd. Zo. Ik had weer even denken. Hoe ga ik het uitleggen? Nou, het was dit keer een beetje. Ik kon niet zo heel goed bij mijn gevoel komen. Zeg maar wat ik steeds voelde. En klei en dingen. Dat had ik dit keer dus niet. Echt. Dan weten jullie dat vast. Helaas. Ik dacht dat dat altijd zou gaan gebeuren bij EMDR. Maar ik had al een beetje. Dat ik niet echt precies wist wat ik wilde gaan bespreken en waarvoor ik kwam. Ik dacht, maakt niet uit, bij EMDR komt het vanzelf wel. Maar dat is dus niet per se altijd zo. Ik bleef heel erg in mijn hoofd zitten. Dus ik had niet echt één specifiek ding waar het eruit kwam. Maar alsnog, wat ik al eerder zei, bij baby's werkt dit ook. Dus trouwens, het begint eindelijk weer mooi weer te worden. Dat is echt fijn. Uiteindelijk heeft het altijd nut. Maar ik heb niet heel veel, ja, heel veel besproken, maar ik kan niet echt concreet iets vertellen. In ieder geval, nu heb ik echt weer pas op 26 juni of zo een afspraak. Maar misschien is het ook wel klaar al hoor. Weet je wel, is het al gedaan? Ik weet niet, lastig. Maar we hadden wel iets leuks gedaan. En dat ging over die oorkracht. Helemaal op het einde een oefening. Oh, shit. Was wel iemand die weet hoe het heet. Het is, heet het Ti Chi? Iets met een letter en dan een I. Moest zij mij omduwen. Het was echt heel grappig. De eerste keer ging ze mij zeg maar duwen en achter me een soort van opvangen. Niet helemaal naar achter van een klein mini stukje. De tweede keer ging ze me duwen en ging ik automatisch helemaal mijn benen zo terugvechten en haar terugduwen. En de derde keer moest ik dus een driehoek visualiseren van je navel tot aan je schaambeen, zeg maar. En daarop focussen. En toen duwde ze me echt heel hard met heel veel kracht en kregen ze me met geen mogelijkheid omver. En toen deden we daarna nog één keer en toen was het dus weer. En dat was wel heel vet, dat is een soort van je oerkracht. Verder heb ik echt niet veel over te vertellen. Ik weet niet eens wat ik verder eigenlijk heb gedaan. Maar het zal vast wel weer iets teweeg hebben gebracht. Morgen ga ik camping, dus ik ben wel blij dat het gewoon goed weer is nu. Anders heb ik echt geen zin in een camping. Ja, ik ga even naar de gym. Maar ik ga zeg maar mijn auto ergens zetten en dan een stukje lopen. Maar zij zei ook van bij sporten of boodschappen tillen kan je dus ook die oefening doen van die driehoek. Dus ik ga straks bij het sporten dat ook proberen. Ik voel me vandaag helemaal niet zo krachtig en gewoon weinig energie. Ja, it's what it is jongens. Hij zei trouwens wel van ja, als je minder lekker in je vel zit, dan zit je meer in je hoofd en dan zit je minder bij je gevoel. Dus dat vond ik ook wel interessant.
Ik ben er. Oké, okay, study time. Ik ga nu echt studeren. Ik ben op hoofdstuk 2, dus ik moet echt even knallen. Ik ben dus aan het highlighten de hele tijd al. Maar ineens denk ik van, waarom zou ik dat doen? Het heeft mij nooit echt geholpen op school. Mijn ding was, ik wilde eigenlijk de belangrijke dingen highlighten. En dan daar de toets maken. En dan daarna een rood stipje zetten. Een rood stipje bij de dingen die ik gehighlight had en ook in de toets zaten. Of als ik niet had gehighlight, het nog highlighten en er een stipje bij zetten. Maar ik kan ook samenvattingen maken. Dus ik moet even in een goede vibe komen. Wat voor mij op zich wel helpt, is dus vanuit een toets leren. Alleen ik ben bang dat je dan een verkeerde, weet je, dat je dan net, je hebt bijvoorbeeld 5 punten en de toets vraagt er 1. En dan ga je er 1 leren, terwijl je de volgende keer het tweede punt moet weten en in het algemeen alles moet weten. Maar je moet echt even kijken hoe ik moet leren. Bij SVH ging het heel goed, maar hierbij vind ik het een beetje lastig. Maar ja, je moet gewoon even in een flow komen. Woehoe, toets 3, 10. Weer een 10. Woe. Ik doe dus de toets en dan pak ik het boek erbij en dan ga ik zoeken. En dan ga ik, zeg maar, dan pak ik een woord uit de vraag. Dus bijvoorbeeld, wat had ik nu? Drogredenen. En dan ga ik dus kijken waar staat drogredenen. Dan ga ik het eerst een beetje lezen. En dan ga ik de vraag nog een keer goed lezen. En dan, dus dan ga ik zeg maar niet eerst de hele vraag lezen en echt zoeken naar het antwoord. Maar wel kijken over welk onderwerp gaat het. En op die manier stuur ik dan een beetje in mijn leerproces. Dus oké, drogredenen lezen. Oké, je hebt 10 punten, bla bla bla. Even kort lezen. Oké, wat vragen ze? Oké, waar had het ook weer gelezen? Dit, dan lees ik het nog even. Oh ja, dit is het antwoord. Zo doe ik het nu en ik kijk wel even of dat werkt. Het is alleen jammer als je dan daar zeg maar het echt nog een keer. Kijk, ik wil gewoon nu eventjes soort van verder komen, dus dit werkt voor mij. Alleen, ik denk dan wel van wat als ik het nog een keer zou willen toetsen. Dan heb je dus dezelfde vragen en dan kan je hem dus niet nog een keer maken. Dus dat is wel jammer. Maar dit is voor mij gewoon een fijne leidraad. Want anders denk ik echt waar moet ik beginnen. Ik zit nu op 13% van mijn opleiding. Met 4 hoofdstukken. Het zijn dus 30 hoofdstukken of zo. Dit was dus module 1. Want nu ga ik naar module 2. Ontwikkelingspsychologie. Dat klinkt moeilijk als allemaal termen. Wat was dan module 1? Nou, module 1 was algemene gespreksvaardigheden en ethiek. Dat was wel leuk. Want... Maar dat vind ik meer iets wat je dan later nog even terugleest. Als je echt in de praktijk wil gaan oefenen. En nu dus ontwikkelingspsychologie. Dus ik denk dat ik nu dingen krijg die ik al heb geleerd op de BABO. Dus er denk ik wel pittige leerstof. Maar Ha komt zo thuis en zijn dochter ook. Dus ik denk dat ik nog 1 hoofdstukje pak en dan klaar voor vandaag. Wat trouwens echt super leuk is. Ik heb het ook naar mijn therapeut gestuurd. Zo'n leuke vrouw trouwens ook. Ze had me ook gefeliciteerd voor mijn verjaardag. Maar zij is ook leerkracht geweest, directeur van scholen. Zij vindt het ook super leuk dat ik nu die kindercoachopleiding doe. Maar zij had mij geleerd over de reddersdriehoek. En die vind ik nu terug in mijn boek. Superleuk, dus ik stuur het naar haar. Zegt ze, ja, die is ook super met kinderen toe te passen. Robo is trouwens even aan het tweede. Ik had het even uitgezet, want ik kan me zo echt niet concentreren. Maar ik heb even de vaatwasser gedaan, met de keuken lekker schoon is als ze thuis komen. En dan ga ik nu hoofdstuk 5 doen. Maar heel leuk om zeg maar dingen te herkennen. Ik herken dingen van MDR, ik herken dingen van juf zijn. Ik kom allemaal dingen terug. Dat is wel leuk aan zo'n erbij studie, zeg maar, dat je natuurlijk al wel kennis hebt. Levenskennis, studiekennis, dat is wel tof. Cola Zero Vanille. Even Lotte's foto geliked. En nu weer op telefoon terug. En door met les 5. Ontwikkeling en erfelijkheid. Interessant. Oh my god, dit is echt een heel moeilijk hoofdstuk. Ik snap echt niks van die chromosomen en normale celdeling mitose. Dan wordt het complete DNA in de oorspronkelijke cel gekopieerd. En krijgt elke dochtercel een kopie van het totale genoom. Genoom. Bij meiose, een andere vorm van celdeling waarbij de geslachtscellen gameten ontstaan, krijgt elke dochtercel slechts de helft van het DNA van een moedercel. Nou, ik kan dit niet omzetten in een vraag. Ik denk ook niet dat dit het allerbelangrijkste is. Het is meer een beetje om inzicht te krijgen in wat
Nurture Nature, ja, zie ik heb een 8,7. Ik dacht dat ik het fout had. Oh, ik heb er zelfs 2 fout. Dus wat is aangeboren en wat zijn de risico's tijdens zwangerschap en zo? Bij de meiose heb ik fout. Bij welke vorm van celdeling worden de helften van ieder chromosoom maar opgedeeld in 2 cellen? Ik snapte dat echt niet. En welke heb ik nog meer fout? Ik ben nu moe van de EMDR. Heb ik geen hoofdpijn krijgen? Waardoor kunnen nieuwe soorten organismen ontstaan? Ik denk niet dat dit de belangrijkste stof van mijn opleiding is, maar dat vind ik echt moeilijk. Mutaties vormen een belangrijke stap in het proces van evolutie. Soms wordt er een foutje gemaakt bij de celdeling. Er treedt een mutatie op. Het zijn deze foutjes die ervoor zorgen dat er nieuwe soorten kunnen ontstaan. Ja, de. Als een foutje er toevallig voor zorgt dat een dier beter kan overleven. Oh, dus niet een nieuw soort. Dus zeg maar wel nog steeds hetzelfde dier, alleen met een mutatie. Dus er is iets veranderd. Oké. En dat wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Daarom zijn we sterker. Kunnen we nu wel leven waar we vroeger. Ja, oké. Oké. Nu wil ik echt nog 1 hoofdstuk doen, dan ben ik moe, maar ze zijn er nog niet. Nou, ik ben wel lekker bezig. Ik wil gewoon echt nu gewoon goed gaan studeren. Dus ik wilde eigenlijk vanaf deze week, nou dat is nu dus gelukt. Wel pas vrijdag, maar het is gelukt. Les 6, perspectieven. Perspectieven op de menselijke ontwikkeling. Maar ik heb dit nu niet helemaal compleet gelezen hoor. Maar ik ga er eerst gewoon op deze manier doorheen en dan zie ik wel als ik klaar ben hoe het. Of dan ga ik gewoon s'avonds op de bank misschien nog even lezen. Maar dan heb ik in ieder geval alvast, zit het wel in je hoofd. Dat je denkt, oh ja, dat heb ik gelezen, weet je wel. Maar bijvoorbeeld hier over foliumzuur heb ik nog niet eens gelezen. Toorndikke en Skinner, oh ja. Black Box. Ja, nu krijg ik weer allemaal dingen die ik wel eerder al heb geleerd. Oh, dit was ook best wel moeilijk. Poeh, nou ik moet het echt nog heel vaak gaan lezen hoor. En samenvatten. Maar nu ga ik stoppen, want het is 6:15. Yummy, wij gaan lekker buiten eten, want het is super lekker weer. Ik heb wel eens al een keer een soort het vieze koffiesapje, weet je nog? Wat ik toen had, soort. Oh nee, house school was dat. We zijn beide bij de camping. We hebben even boodschappen nog gedaan. En nu ga ik even deze proeven. Het is ginger coffee met gember appel koffie. En er zit 13% gember in en 0,6% koffie. Wow, daar krijg je vast een energieshot van. Het ruikt lekker wel naar parfum een beetje. Nee, naar koffielikeur, maar je ruikt vooral gember en appel. Wel lekker. Zal er nog wel meer koffie in mogen doen. Ik dacht als deze vanmorgen gingen bewaren. Gekarameliseerde suiker. Ja, daarom smaakt het een beetje naar Kahlua. Wel lekker, ja. Oké, okay, super grappig. We hadden dus een paar jaar geleden had ik dus tegen haar gezegd dat het vandaag moederdag was. Dus nu zaterdag. Dus dan hadden we op zaterdag, weet ik nog, allemaal cadeautjes voor Loes. En toen bleek het dus geen moederdag te zijn. Dus nu zitten we te twijfelen of we het weer vandaag gaan geven. Als soort van traditie. Of dat we het wel morgen geven voor moederdag. Maar ik had dus dit kaartje uit mijn kaartjes la. Maar die is helemaal gebogen. Dus we hadden er al opgeschreven. Maar toen zag ik net bij de Albert Heijn een heel ander schattig kaartje. En dat is deze van Hallmark gewoon. Maar die is zo cute. Dus dan doen we even onze namen erop schrijven. En dan hebben we net van hier een Zeeuwse bolus liqueurtje. En ik heb een Weleda Skin Foods gekocht. Want die vindt zij heel lekker. Die geeft ze mij heel vaak en ik haar ook. Dat is zeg maar deze. Ik heb hem zelf ook gekocht. En oh, de rest zal ik zo even laten zien. Wat hartjes, lollies. En dan dus dit kaartje. Lezen. Oh, je moet nog je naam hierop schrijven. Oké, okay, time to fall. En we zitten echt bij de duinen, dus we hebben mega veel wind. Tadam! Ik ben hier op de fiets. Ja. Moeten die op zo'n randje ergens staan? Ja, ik denk niet om. Nou, het is alweer tijd om te gaan. Maar we laten de tent lekker staan. Ik ga voor het eerst een Orange Fit leep eten. Maaltijd leep. Ben benieuwd. Chocola. Vond je lekker? Vond je het lekker? Wat een poeder. Lijkt wel paardenmeel of zo. Hey! Ik besta vol gek om te duren. Ik vind het een vieze reep die ik nooit heb gehad. Het is mijn vrije middag waard.
lijst van poeder voor mijn shake, waar je nog water bij moet doen. Het is racen. Als ik op mijn ronde ben, maar ik mag er blij om. Haar is dat. Weer verslamd. Middle Harleys. Als ik mijn liefde kwijt wil, moet het bij een ander thuis. Tante voor de hond. Kijk, weer verslamd. Het brandt gewoon in mijn keel, dit ding. Is mijn vrije middag waard. Is lekker. Het is echt heel vies. Ik ben weer thuis, jongens. Ja, ik heb bijna niet gevlogd. Ik vind het heel jammer, maar ik was echt gewoon helemaal lekker aan het genieten en aan het chillen. En één met het moment. Dus er was ook niet heel veel te vloggen. Het was gewoon heel gezellig. En zoals altijd, weer lekker kort geslapen. En nu zijn we even lekker kippetje in de oven, lekker kaasje eten. Even nog even een lekkere chillen zondag. Ik vind schimmelkaas dus ineens zo lekker. Houden jullie van schimmelkaas? Nee, het is interessant. Chicken. Oké, filmtip. Deze hebben wij net gekeken. En dat is echt een aanrader. The Mother. Oké, jongens. Dan ga ik slapen. Ga ik de weekvlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen leuke reactie achter te laten. Want dat vind ik super leuk. Duimpje omhoog te doen. Volg op socials. En dan zie ik jullie volgende week zondag. Gaat lekker om 10 uur weer bij een nieuwe vlog. En we gaan trouwens woensdag weer naar de camping. Dus misschien kan ik dan wat meer filmen. En ik hoop natuurlijk elke week weer dat ik volgende week weer lekker veel voor jullie kan vloggen. Nou, bedankt voor het kijken.